Die winkel bellen, Jan, hij nooit zien staan? Ik heb die bel ik nooit zien staan. Dat is toen al, ik denk, oh, wat is dat? Ik heb ook nooit zo naar kijken. Wat zeker is, dat jij niet zo is. Hij doet nog, Jan. Laat hem nog eens doen. Schilderkunst, korte historische verhalen en unieke beelden. Hiermee schittert Gelselaar zaterdag 12 september bij Boerderij Winkels aan de Dorpstraat tijdens de Open Monumentendag. Nico Nijkamp uit Diepenheim schildert hier ook op locatie. Hiermee is hij als kunstenaar een nieuwe richting ingeslagen. In het aangrenzende café Florijn houdt hij gelijktijdig een kleine expositie. Zelf mag ik, Arend Heideman, in de schuur van Winkels trakteren op het andere kijk- en luistergenot. Zo verbinden we in Gelselaar op aantrekkelijke wijze het eigen karakter met kunst en ambacht. Het landelijke thema dit jaar voor deze Monumentendag. En dicht bij het kunstwerk van de drie schrijvende meesters, onder wie Hendrik Willem Heuvel. Ik werk aan een boek als een vervolg op een van de Gelselaarse verhalen van Heuvel. Vooral bij Winkels verricht ik hiervoor veel onderzoek. Voor deze Monumentendag stel ik uit dit materiaal een aantal korte verhalen samen. Tussen 10 en 17 uur vertel ik die op deze dag met passende beelden over stoven, litterdoeken, geveltaal, een winkelbel, koffiekannen, een eeuwenoude waterput, ganzenveren enzovoort. Ook laat ik een paar unieke filmpjes zien over Gelselaar. Een kleine boekenexpositie bij Winkels deze dag onderstreept de band van Gelselaar met de schrijvende meesters. En de stichting Erfgoed maakt met snaterende ganzen het mooie plaatje van Gelselaar met zijn beschermde dorpsgezicht weer compleet. Tot ziens op zaterdag 12 september, Bie Winkels.